Dan wil ik even aan Ton vragen. Ton, goedenavond. We hebben elkaar al eerder gesproken. En vanavond dan toch weer even de vraag. Wij weten dat je bezig bent met het project. Wil je met ons de status van je project doornemen? En even kort vertellen voor de mensen die er nog niet vanaf weten. Ik kan me niet voorstellen dat die er zijn, maar toch. Wat ga je doen? Waarom en hoe? Wat kunnen wij doen? Ton. Nou ja, ben ik verstaanbaar? Ja, heel goed. Ga je gang. Oké, goed zo. Ja, ik heb een fotoproject en die gaat uiteraard over de boeroes. Ik wilde daar een jaar of 2 geleden al mee beginnen. Maar ja, toen kwam corona en toen ja, viel alles min of meer in duigen. En ik had met Gerda Pieters afgesproken dat ik dat later weer op zou pakken. Helaas is Gerda overleden. Maar goed, nu, ik ga het nu met jullie doen. Ik heb mijn project heb ik genoemd De Grote Boom. En Kijk. ik kan maar even kort vertellen. Van in 1915 plantte de tweede generatie boer Karel van Brussel een regenboom naast zijn boerderij aan de verlengde gemene landsweg in Paramaribo. En deze groeide in de loop der jaren uit tot een enorme boom, al bekend als de Grote Boom. En inmiddels is er een groot winkelcentrum omheen gebouwd. En de boom bestaat nu eigenlijk alleen nog maar uit een dikke afgezaagde stam met wat takjes. En boven de grond is de boom niet meer zo zichtbaar, maar onder de grond des te meer. Vooral met een enorm wortelstelsel dat nooit meer zal verdwijnen. En dit kan ook gezegd worden van de boeren in Suriname, nazaten van de Nederlandse kolonisten die in 1845 hun geluk gingen beproeven in een ander werelddeel. Deze witte Surinamers zijn misschien niet zo zichtbaar meer in het straatbeeld, maar hun bloed stroomt nog door veel inwoners van Suriname. En mijn vraag is dan, wat hebben de boeren Suriname gebracht? Hoe zichtbaar zijn ze nog? En in mijn fotoproject De Grote Boom ga ik op zoek naar de legacy van de boeren. Van ja, wat hebben ze Suriname gebracht? En dat wil ik proberen in beeld vast te leggen. Hoi, hoi. Ik zie de parallellen met onze stichting, wat de achtergrond betreft. En de naam die je hebt gekozen voor je project, ik denk dat elke boer die dit nu live hoort of dat straks achteraf hoort, meteen zoiets heeft van, ik weet precies waar het over gaat. Goed Ja, zo. dat zeggen we wat van die grote boom. Ja. Maar misschien, Martin, Ton gaat ook nog. Ton is van plan om 10 januari naar Suriname te komen of te gaan. En hij wil graag met jullie in overleg treden, met jou of met Erik. Ik weet niet of de mogelijkheid daar is om Ton op te vangen, te begeleiden, om zijn verhaal, hoe heet het? Te ondersteunen. Inhoud te geven. Ja, Ja. maar misschien moet ik zeggen van waarom ik met het project ben begonnen. En de reden is Karin Sital Singh. Karin is een hele goede vriendin van mij. En we hadden een gezamenlijk project in Heerhugowaard. En we gingen samen de Afsluitdijk over. Hebben we wel 10 of 20 keer gedaan. En het was net in de tijd dat ze haar boek schreef over de boeren. Over haar moeder Anne Loor en over de familie Loor. Nou, dat maakte een grote indruk op mij. Maar ik ben fotograaf en ik miste zeg maar de beelden. Ik visualiseer alles. Dus er is al heel veel geschreven. Maar de laatste jaren zeg maar, is er nog niet heel veel gefotografeerd. Ik heb foto's gezien van de begintijd. Van de fotograaf Muller. Of Muller, ik weet niet hoe je die uitspreekt. Surinaams fotograaf. En die heeft prachtige familieportretten gemaakt. Van de boeroes ook. Nou, ik wil weer ook familieportretten gaan maken. Maar ook van, ja, er zijn ook niet veel 100% boeroes meer. Nou, ik wil ze opzoeken en ook fotograferen. Ik kan zelf ook een beetje schrijven. Maar misschien, ja, ik zie Anke Welten ook zitten. En Karin Sital Singh. Misschien willen zij mij ook wat ondersteunen met de redactie. Maar ik hoorde van een expositie in Suriname Museum. Misschien kan ik daar ook aan bijdragen. Dus ik denk dat er op verschillende vlakken wel raakvlakken liggen om
om samen te werken. En, maar goed, wat Gerbrand ook zegt, van ja, ik ga naar Suriname. Een vriend van mij van de Volkstuin, die woont in Saramacca. En ik kan bij hem overnachten. Dat is mijn enige connectie eigenlijk. En dus ik heb onder de boeren heb ik wel wat steun nodig. En ik wil ook heel graag samenwerken met de boerenvereniging op Boerenstichting in Suriname. Omdat ja, ik ben een relatieve buitenstaander. Die wel heel geïnteresseerd is. En ook jullie willen helpen om te documenteren. Maar ik ken nog weinig mensen. Ja, Karin kent natuurlijk wel veel mensen. En via Karin kom ik ook wel met contact. Ik ken via de Boerenvereniging in Nederland natuurlijk. Maar ja, Martin zit ook veel dichter bij het vuur. En nou ja, wellicht kunnen we in najaar een keer contact hebben. En dat we gaan praten over, nou, wat kunnen ze voor mij betekenen? Wat kan ik voor hun betekenen? Dus dat is een beetje de inleiding. Wat zegt u? Ik zeg, het lijkt me prima. Ik denk dat wanneer 10 januari, dat we voordien gewoon contact hebben. En dan kijken we alvast wat we kunnen doen aan wat voorbereidingen treffen. Oké. Okay. Nou, heel fijn, dankjewel. Ja, goed dan. Nou, we kijken uit naar het verloop op korte termijn, maar ook de resultaten straks. En in de tussentijd, Martin zei het ook al, we zullen met z'n drieën, als in de twee stichtingen en jezelf, Ton, zullen we contact houden om te kijken van wat kunnen wij voor elkaar betekenen. Ja, want Ton, wij kunnen jouw e-mailadres met Martin dan even delen. Is dat akkoord? Ja, uiteraard. Met telefoonnummer, e-mail, alles mag je weten. Helemaal je pin pas ook. Likewise. Ik wil nog wat meer vragen. Ja. Ja. Super. Ja, wat wij ook nog bij de binnen de stichting over hadden, is om te kijken als wij jouw project ook financieel kunnen ondersteunen. Maar daar komen we later nog even op terug, Tom. Nou ja, en wellicht moeten we ook een soort een fondswervingsactie starten en. Maar het is belangrijk, denk ik, dat ik eerst in januari naar Suriname ga, de eerste foto's ga maken. En als je wat hebt, dan is het makkelijker om fondsen aan te schrijven dan als je niks hebt. En ik heb nu wel al regionale kranten in Nederland bereid gevonden om in ieder geval te publiceren al. Dus dat is voor mij ook wel belangrijk. Ik wil het niet zomaar, ik wil wel dat het gezien wordt. En dat is voor jullie ook belangrijk. En, als je goed hebt geluisterd naar het verhaal van Martin, dan moet het met cijfers onderbouwd worden, Ton. Ja. Ja. Anders komt het niet langs onze penningmeester, want die is redelijk streng. Ja, daar heb je helemaal gelijk aan. Ja. Bedankt Gerbrand. Dat is goed. Ton, bedankt voor je uitleg, het aangeven van je intenties en de wat er straks gaat gebeuren, in samenwerking met Stichting Sana Boeren ook. We houden contact en er komt altijd zeer mooi uit. Dankjewel voor je tijd. We keep in touch. Ik spreek af, Ton, laten we gewoon afspreken via BKM. Delen we mekaars e-mailadressen uit en nummers en dat gaat verder goed lopen. Oké, okay, goed zo. Dankjewel. Helemaal goed. Thank you. Ja. You. Jongens, ik ga afhaken. Ik ga even door hier. Oké. Okay. Ik ga afhaken. Martin. Hey, ik vond het vreselijk leuk. Je tijd. Uiteenzetting van wat jullie maandag en gisteren hebben gedaan. Ook onze dank aan de rest van Stichting Zijn aan Boeren. Doen ze de hartelijke groeten van ons. En tamboem. Yes, we blijven in contact. Thank you. See you. All right. Bye. Bye. Thank you. Bye.